Stichting Jeugdcomité Zomeren kijkt terug op een geweldige zeskamp op het veld bij blokje De Donkelaar in Zomeren. Het weer viel mee op zondag 22 april met af en toe een zonnetje en gelukkig pas op het eind enkele buien. 12 teams met in totaal 80 kinderen streden met elkaar om de wisselbeker en om de prijs voor de mooiste joker. Dit alles rondom het jaarthema van het jeugdcomité Ik hou van Holland.